Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we opnieuw amper bewolking boven Nederland. Alleen in het noordoosten is vannacht wat mist ontstaan. Daar kan het verkeerde eerste uur nog even last van hebben. Maar die mist die trekt op en daarna is het overal dus zonovergoten. Ten noorden van Nederland zitten een paar wolken boven de Noordzee. Die komen af en toe bij de Waddeneilanden. Maar het stelt denk ik weinig voor. Ook daar flinke zonnige periode. En in de rest van het land dus een zonovergoten dag. Temperaturen 16 graden, plaatselijk 17 en de wind uit het Noordoosten neemt later vanmiddag toe naar windkracht 3 tot 4. Vanavond heldere omstandigheden, daardoor koelt het weer rap af. Halverwege de avond is het al 11 graden. Vannacht kan het in het binnenland zelfs 3 graden worden, met op uitgebreide schaal mistbanken en vorst aan de grond. Morgen zelfde weerbeeld als vandaag. Flinke zonnige periode, noorden, paar wolken en temperaturen oplopen naar zo'n 16 à 17 graden. In het weekend gaat er iets veranderen. De wind draait dan naar het zuidoosten, later naar het zuiden. Daardoor komt er iets zachtere lucht onze kant op. De zon blijft van de partij heel misschien dinsdag, of sorry, heel misschien zondag een buitje, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.